nieuwe video. We gaan vandaag iets heel leuks doen. We zijn namelijk op het Tina Festival. We gaan optreden, meet and greets doen en natuurlijk door het park lopen. Gaan jullie mee? Yeah! Welke kant moest je op? Welke kant? Ja, ik zat wel goed! Haha, ik zat wel goed! Wat? Oh, we mogen een foto met de fans! Oh, we mogen een foto met de fans! Oké, we mogen een foto met de fans! Oh, dat mag! Timo? Ja! Ooit was hij ook net zo klein als ik? Ooit. Daar zit ze. Maar jij was? Hoe oud was je toen? 10 of zo? 11. Ayana gaat optreden! Jongens, Ayana gaat optreden! Kijk maar! Als hij niet te lang is, dan mogen we erin. En dan moeten we ook een challenge doen dat je niet mag schreeuwen. Want ja, voor het optreden moeten we onze stem natuurlijk besparen. Dus we mogen niet schreeuwen. Maar ik hoop zo erg dat de rij niet te lang is. Want dat is heel leuk om te doen. Oké, guys, we gaan nu als VIP's in deze attractie. Let's go! Kan ik mijn paraplu ergens kwijt? Wij mogen eigenlijk niet in de achtbanen. Maar wij mogen nu wel even in een attractie. En de challenge is om niet te gaan gillen, dus dat gaan we nu doen. Je zit erin! Oké, dit vind ik een beetje eng. Nee. Ik heb een camera mee, dus... Even een plekje zoeken! Luna, niet schreeuwen, hè? Nee, ik ga het proberen. Ik ga het proberen niet te schreeuwen. Beetje moeilijk, want ik dacht dat ik achtbaan of ik ga keihard lachen, of ik schreeuw niet, of ik ben degene die het hardste schreeuwt in dat ding. Let's go, jongens! Ik denk dat dit echt een goed moment om te vertellen is dat ik hoog gevreesd heb. Het is één. Oh, niet gelukt. Zenuwachtig. Dit gaat toch hard? Dit gaat toch hard? Wow, echt een heel cool uitzicht. Thomas, wat doe jij dit? Oh, fuck! Zo leuk, echt waar. Ja, daar gaan ze. Toppie. Ik kon helaas niet over de kop. De challenge ging volgens mij heel goed. Het mooiste was nog dat Danny begon te gillen voordat dat ding inderdaad was. Maar ja, dan weet je dat toch weer. Thomas, jij ging steeds over de kop. Ja, klopt. Wat is nou echt... De manier nou, kijk, wat heel veel mensen doen is de hele tijd gewoon zo. Maar je moet heel rustig eerst die en dan weer die. En dan weer heel even die en dan ga je de hele tijd overkop. En moet je ook leunen? Ja, ook wel een beetje. Nou, bedankt voor de tip. En dan ga ik het de volgende keer proberen. Ja. Wat een super interessant verhaal. Ik denk dat iedereen dit leuk vindt. Ja, mijn gezin in deze attractie is echt zo. Ja, het ging goed. Alleen, het werkte niet echt om te kantelen. Maar het was dus nog leuk. Hello.
jouw keer nu. Oh! En we gaan weer terug naar onze verblijfplek. En dan klaarmaken voor ons optreden volgens mij. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik ook! Oh, best. Wij gaan ons nu omkleden, want wij moeten straks ook optreden. Dus ja, kom maar mee. Nou, wij zijn hier nu met Unity. Unity. Hoe gaat het, meiden? Goed. Met jullie? Nou, ook. Ja. Nou, meiden, ik heb een idee. Zullen we een spelletje spelen? Ja. Ik heb hier een grabbeldoos en daar zit een vraag in. Ja. Dus zou jij een vraag willen pakken? Oké. Okay. Zou je er een eind willen pakken? Ja. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Sushi. Ja, oprecht. Eet chocola. Eet chocola. En optreden denk ik ook. Ja. Dat moet wel een beetje zenuwachtig. Ja. Toch? Ja. Ik krijg zo adrenaline. Ja. En is het dan als de muziek aangaat dat het weer vervraagt? Ja. Ja. Precies. Oh nee, hè. Dit is een stomme moeilijke vraag. Mijn grootste blunder is... Nou, vertel. Nou, vertel, zegt ze. Heb jij niet een hele leuke blunder? Nee, het is aan jou. Ja. Het is jouw vraag. Ja. Ik heb wel een keer in mijn broek geplast op school. Ja, op de basisschool of op de middelbare? Nee, al in de eerste klas. Ik kreeg een hele, hele grappige vriendin. En die heeft mij toen zo hard aan de lach gemaakt. En ik mocht de hele les al niet naar de wc. Ik snap het wel. Snap ja, en toen plaste ik in mijn broek. Maar dat heeft niemand gemerkt. Ik heb heel snel een jasje omgedaan. Dat is mijn allergrootste blunder. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dat is wel mijn heftige blunder. Dit is mijn grootste geheim. Mijn grootste geheim is dat ik nog best wel veel van kindershows hou. Dus dat ik bijvoorbeeld Barbie Life in the Dreamhouse nog wel eens kijk. Dat soort dingetjes. Dus dat is mijn grootste geheim. Ja, nu niet meer. Wat is jouw grootste geheim? Hè? Altijd dan bij een restaurant ga ik altijd in zo'n speelding. Oh. Mooiste plek op aarde waar ik ooit geweest ben is... Ik denk mijn afgelopen vakantie wel. In Griekenland. Ja, ik vond mijn vorige vakantie ook heel leuk. Ja, ik ook. Ik denk toen ik een keer in Bali was. Ja. Het was wel de mooiste plek. En bij jullie? De mooiste plek? Ik denk Spanje. Oh ja. Ik natuurlijk ook, Spanje. Deze film kijk ik het liefst. Oeh. Ik heb heel veel favoriete films. Maar wat ik een hele leuke muziekfilm vind is The Greatest Showman. Ja. Mee eens. En A Star Is Born van Lady Gaga. Oh ja, ook heel leuk. Dat zijn mijn twee favorieten. Die ken ik helaas niet. Maar ik ken die vorige niet. In deze. Ken je In The Shadows? Ja. Dat is een film. Oh, dat was toch zo van dat iemand dan overleed en dan... Oh nee. Spoiler! Oké, nu backstage. En er zijn hier zoveel bekende mensen, dus dat is echt heel cool. Ja, heel erg gezellig. We gaan zo meteen even wat mensen interviewen om te vragen of we hebben opgetreden en wat we ervan vinden. Heb je opgetreden? Ja, bij de Rockstage. En hoe vond je het? Nou ja, het enthousiasme was super hoog en het publiek was super enthousiast. En ja, het was een feest. Hoe vond je het optreden? Heb je opgetreden? Ik heb mijn mond nog vol. Wacht even. Heb je al opgetreden en hoe was het optreden? Ja, we hebben net opgetreden en gisteren ook. Het was super leuk. Er stonden heel veel mensen, iedereen deed mee en zo. Ook ouders. Was heel erg leuk. Zullen we dan nog een vraag doen? Ja. Van een... Niet twee. Wat is je grootste droom? Oh, ik weet het al. Het lijkt me heel leuk om met z'n vieren een concert te doen. Ja, dat willen we heel lang. Of een uitbrengen ook. Ja, iets met jullie. Ik ben bang voor zoveel. Spinnen, helemaal donker, clowns, poppen, slangen, eigenlijk elke insect. Ik ben bang voor best wel veel dingen. Waar ben jij bang voor? Ook voor spinnen en ook voor dat helemaal donker is, want dan zie je niks. Ja. En dan ben ik bang dat er iemand achter je staat of zo. Maar heb je ook gehoord dat er nu dus zo'n wolfspin in Nederland? Daar ben ik zo bang voor. Ja, altijd dan... Ja. Altijd even de kamer checken als ik ga slapen. Ja, ik ben ook heel bang voor wespen. Oh, ja. Oh, als ik er één zie, dan ren. Ik ren weg. Nou, jullie zijn met z'n vieren, dus zullen we dan gewoon vier vragen doen? Ja, joh. Wat is je guilty pleasure? Zo! Ik heb wel eentje hoor. Echt hele oude films kijken. Oh, gewoon Grease, dat soort dingen en zo. Barbie. Vind ik echt leuk. Barbie. Ik vind dat soms nog echt leuk om te kijken hoor, ik zie het. Ik kijk altijd Victorious terug.
Oh ja! Oh, dat was zo leuk, die liedjes daarvan. Ja. Heel veel succes. En ik moet het hele festival gaan presenteren, 2 dagen lang, dus ik ga snel weer door. Zwaar. Het is wel, het zijn wel lange dagen, maar het is ook heel gezellig met Jufat, dus dat komt helemaal goed. Jij ook, succes. Dankjewel. Wat was jouw leukste herinnering van het Junior Song Festival? Mijn leukste herinnering van het JSF was dan toch wel kamp. Ja, het basic antwoord. Maar dan gewoon lekker met z'n allen in die tenten. Ja. We hadden tenten toen. Heeft iemand een hamer? Gewoon eigenlijk de hele nacht wakker blijven. Ja, dat was echt zo leuk. Ja. Elk jaar is het gewoon weer leuk. Elke keer kijk ik toch weer even die video en dan ziet het er zo gezellig uit. En dan ben ik van, oh, dat is zo leuk. Jullie moesten een workout gaan. Ja, en dan een hele nacht niet geslapen en dan zo een workout. Iedereen was dood. Dat was echt zo mee van me. Achter de camera, mensen. Welke nummers heb je gezongen? Mijn eigen nummer, Hey Meester, 17. Smoor verliefd en nog wat andere nummers. Hoe was het toen jij bij JSF zat? Oh, toen ik bij JSF zat, was het voor mij echt een super leuke ervaring. Want we hadden een hele leuke groep. Hebben jullie ook een leuke groep? Ja, 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 zeker. Wij dus ook. En dat is heel leuk om samen mee te maken. Ja. We hebben een hele leuke tijd gehad met z'n allen gehad. Dus dat is voor mij een hele leuke ervaring. Ik denk sowieso, als ik iets overnieuw mocht doen, was het bij JSF. Mijn gouden tip voor jou is... Mijn gouden tip voor jullie is... gewoon geen schaamte hebben, no shame, en gewoon lekker doen wat je wil. En als je denkt van, oh, maar misschien vindt die wat minder leuk en zo, echt boeien, echt gewoon, letterlijk, mijn levensmotto is boeien, gewoon letterlijk doen, no shame, doe lekker wat je wil. Oké. Dat is mijn gouden tip. Nou, heel erg bedankt. Nou, jullie bedankt en veel succes. Dankjewel. Ik ben het gelukkigst als ik... op het podium staan. Ja, ik denk als met we hier jou optreden. Ja, ja. Dan ben ik wel echt super blij. En vooral als iedereen dan zo lekker energiek aan het meedoen is, daar krijg je zoveel energie van. Dat zullen jullie natuurlijk nu ook wel. Ja, ja, zeker. Ik vind het echt zo leuk om met al die mensen die dan meegaan. Dus als je dan bijvoorbeeld zegt van, heb je een beetje zin in? Echt iedereen zo. Ja, ja, dat is toch heerlijk. Ja. Ja, ik ben dan eigenlijk ook wel gelukkig als ik dan na zo'n lange dag weer in mijn bed lig, hoor. Dat ik dan echt zo lig en dan... Ah. Jullie gaan zo ook optreden, toch? Ja. Nou, super veel succes en plezier. Ja, ja, jullie ook. Dank jullie wel. Bedankt. Dankjewel. Mijn ideale weekend is... Ik heb eigenlijk 2 verschillende ideale weekenden. Of zoiets leuks. Of gewoon het hele weekend gewoon op de bank liggen. Gewoon lekker. Wat is jullie... Nou, zeg maar als alles kon, gewoon naar het buitenland. Lekker zwemmen of zo in een warm land. En dan gewoon in de avond lekker laat terugkomen. Maar anders gewoon met vrienden of zo naar een feestje gaan. Ja, dat soort dingen. Nou, heel erg bedankt meiden voor jullie tijd. En dat jullie mee wouden doen. Ja, super leuk. Jullie dan succes zo meteen. Heel erg bedankt. En nog jullie ook. High five. High five. Yeah. En nu gaan we feesten. Iets anders doen. Ja. We zijn nu omgekleed, we zijn er helemaal klaar voor. Dus we gaan nu naar het podium. Let's go! Yay, paraplu festival! En er zijn er al wel wat kinderen, dus ik heb er super veel zin in. Force is dus bijna voor ons, dus er zijn echt heel veel mensen waarschijnlijk. Omdat Force is best populair en ja, ze gaan natuurlijk stoppen en gaan heel veel mensen kijken. Dus dan hebben wij waarschijnlijk heel veel kijkers. Dus ja, yes! Woe! Ik heb er echt super veel zin in. Ja. Ik zie heel veel paraplu's. Ik zie papa's en mama's vergaan in de kou voor de kinderen. Wat een doorzetters, wat een doorzetters. En jullie natuurlijk! Wat voor pies zijn jullie aan het wachten? Klinkt goed. Wij staan dus nu even overdekt omdat het heel hard regent. En we gaan zo meteen optreden. Ik heb heel veel zin in. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, zeker! Ja. Hoort nu Force optreden? Super leuk. Hun hebben ook meegedaan aan de Junior Song Festival. En ik hoorde dat het heel vol is. Hey, 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 hey.
La 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 me baby, cause I really like to love you too.
fans. Ja, als jullie dit zien, de mensen die daar stonden, echt heel veel af naar jullie. Ja, precies. Echt super dankbaar voor alle mensen. Heel erg bedankt iedereen die hier was en in de regen heeft blijven staan. Ja, vooral dat in de regen staan. Ja, want het regent inderdaad keihard. Meet and greet! Yeah! Meet and greet! Ik heb er echt zin in. Ik ook. Echt leuk. En volgens mij... Oh, je kan al. Het is best wel grappig, want nu gaan fans in de rij voor ons, zodat ze een handtekening of een foto van ons krijgen. Echt raar. Ja. Nou ja, nou, maar wel leuk, maar raar idee. Ja, kijk mijn broek even, hè. Nou, kijk mijn broek. Mijn broek is niet meer wit. We staan aan, we staan aan. Als die beat aan gaat, zet de harde. We will always be around, we will always be united so. Ja, heel goed. Leuk, hè?